grote kans dat er binnenkort een rechtsbuitenpositie vrijkomt voor een van jullie kijkers. Oh, we veroveren wel gauw. Nou heeft Brobby daar wel ruimte. Brobby, hou je voor de man. Oh! What up mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. We gaan door waar we gebleven waren in deze aflevering. En ik denk dat dit er eentje is waar jullie wel naar hebben uitgekeken. Want Groningen staat op programma in de beker. En dat laatste is dan vooral misschien belangrijk voor jullie. Want de beker betekent dat we jeugd gaan promoveren naar het eerste team. Wat dus ook betekent dat we de namen van de jeugdspelers zullen veranderen naar kijkers. En ik zei eerst dat ik alleen een spits zou gaan promoveren. Maar het worden in totaal 3 jeugdspelers die ik naar het eerste ga zetten. 2 daarvan zullen vernoemd worden naar kijkers, moet ik dan zeggen, meervoud. En 1 daarvan naar een echte Ajax jeugdspeler. Dus mochten jullie daar zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog. En dan gaan we nu de jeugdspelers promoveren. Nou, de eerste die we gaan promoveren wisten jullie natuurlijk al. Dat is de spits die we hebben. Het is geen torenhoog algemeen, maar het is wel de beste spits in de jeugd die we hebben. En zijn potentieel is nog steeds gewoon prima. 73 tot 91. Hij is op dit moment aan het trainen. Ik wou zeggen spelen, maar hij is aan het trainen in de rol van diepe spits. Nou, en wij gaan Lucas Deems, deze Belg, gaan we promoveren naar het seniorenelftal. Wie we daarna gaan promoveren is de volgende jeugdspeler die we gaan vernoemen naar een van jullie kijkers. Dat is deze aanvallend middenvelder. Het is Renato Ferreira. Ook een hoog potentie en heeft op zich een oké-ish algemeentje. 64 algemeen. Kan ik mee leven voor een jeugdspeler? Is niet zo laag als de spits. Ik hoop dat die spits gaat groeien als kool wat dat betreft. Maar deze staat op zich wel prima voor. 17 jaar, 64 algemeen. En we hebben op de cam Eriksen en die Sanchez, die vrije speler die we hebben aangetrokken. En voor de rest volgens mij niet echt iets. Dus ook daar kunnen we een derde optie prima gebruiken. Renato Ferreira gaan we ook promoveren. Dan in de vorige aflevering kwam Kaplan in het nieuws. Hij is een beetje chicaneurig, chagrijnig dat we hem niet hebben verkocht naar Dortmund of Barça. Het zijn natuurlijk prima teams. Maar ik dacht, hij kan beter hier blijven. Denkt hij zelf misschien wat anders over? Krijgt vast nog wel een staartje. Misschien blijft hij. Misschien vertrekt hij. Het kan nog alle kanten op. Maar om iemand achter de hand te hebben, gaan we Alexander De Leeuw hier promoten naar het eerste elftal. Nou, dan wordt het nu tijd om die jeugdspelers te gaan hernoemen. En we beginnen gewoon bij degene waarvan bekend was dat ik hem zou hernoemen naar een van jullie kijkers. Dat is onze spits, Lucas Deems. Komt uit België en ik laat hem ook Belgisch. Ik verander wel even zijn nummer, want dit gaat... Ah, dat doe ik wel aan het selectiescherm. We geven voor nu 14, anders neem ik andermans nummer af. Moeten we ook niet hebben. Maar ik laat hem Belgisch. Maar Lucas Deems gaat nu door het leven als Senne Mavis. Ik moet nog even de naam op de rug veranderen. Commentaarnaam kan ik helaas niet veranderen voor jullie kijkers. Als ik dat nu ga doen hier in game, dan crasht de game. Dus ik kan commentaarnamen niet veranderen. Maar Lucas Deems gaat nou door het leven als Senne Mavis. Wat is deels Belgisch, liep hij achter in de comments. Vandaar dat ik de nationaliteit niet verander. Ik zou dat volgens mij eventueel wel kunnen doen. Ik weet niet of de game gaat crashen als dat gebeurt. En nog niet geprobeerd. Als dat wel gebeurt, ja, kan ik nationaliteit ook niet veranderen. Dan moeten jullie maar even door het leven gaan. Soms als kijker met een andere nationaliteit. Maar Senne Mavis, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mavis, Mavis. Maar welkom bij Ajax. Jij bent onze derde spits. Achter Brobby en Weghorst. Nu Mavis zich officieel heeft aangesloten bij het team, gaan we door naar Ferreira. Nu nog tenminste Ferreira, want ook deze man wordt vernoemd naar een van jullie kijkers. Hier is Renato Ferreira. Dit is de speler. Kunnen jullie hem even zien? Kunnen jullie hem even bekijken? En Renato gaat nu officieel door het leven als Dylan, moet ik zeggen. Kivits. Ik hoor de achternaam. Ik ben er misschien geen held in. Maar welkom bij het team. Ook jij krijgt gewoon je achternaam wel op het shirt. Kivits. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dit was, wat ik kon zien, de enige die zich had aangemeld om op het middenveld te komen. Dus hij krijgt deze speler naar zich toegewezen. Ja, ik weet niet of ik dit kan aanpassen. We gaan het proberen. Ja, ik kan nationaliteit wel aanpassen. Nou, dan kunnen we dit gewoon Nederlands maken voor deze man. Want ik zag er geen halve nationaliteit bij staan zoals bij Sen het geval was. Nou, nu kom je uit Nederland.
Welkom bij het team Dylan Kivits. Jij bent onze extra aanvallend middenvelder. Hebben we er nog eentje over? Dat is deze man hier, Alexander de Leeuw. En dit wordt niet vernoemd naar een van jullie kijkers. Nu ga ik een echte Ajax jeugdspeler erbij halen. Want Alexander de Leeuw gaat vanaf nu door het leven als Jorvi Mokio. Ik zou van deze man zelfs nog zijn geboortedatum kunnen aanpassen. 29 februari volgens Transfermarkt. Zou vast wel kloppen. Jorvi Mokio is nu ook een talentje in ons Ajax. En zo hebben we nu dus 3 jeugdspelers erbij. 2 kijkers en 1 echte Ajax jeugdspeler. Ik ben tevreden hiermee. Dylan, Senne, Jorvi. Alle 3 aangesloten. En hun gaan we meenemen in de bekerwedstrijd tegen Groningen. En is het nou officieel wedstrijddag voor dat bekerduel met FC Groningen? Nu gaan we in ieder geval onze opstelling klaarmaken. En we gaan dus onze talenten gebruiken. Jullie kijkers, die zijn gepromoveerd. En Mokio, die we er ook bij hebben. Maar we moeten wel een beetje uitkijken naar wat we doen. Het is en blijft Groningen. Ik verwacht dat de AI gewoon op zijn sterkst aan gaat treden. Weghorst gaan we van het bankje halen. En dat wordt dus Mavis. We nemen onze aanvallend middenvelder mee in plaats van Eriksen. Die krijgt rust. En die wil ik gewoon gaan starten. Kivits. We gaan Raf van den Berg inzetten. In plaats van Soetalo krijgt die man ook een keertje rust. En in plaats van Soetalo nemen we dus Mokio mee met zijn 50 algemeen. Dat wordt pittig. Op doel gaan we Ramai keepen. En Banel nemen we mee in plaats van Sulemana. Die laten we gewoon even thuis zitten. Zoals ik zei, ik wil zoveel mogelijk jong talent gaan spelen in de beker. Rens zetten we erop voor TT. Manswerk mag erop voor Henderson. En we gaan gewoon met Fitzjim starten daar op de plek van Taylor. Echt een rechtsbuitentalent heb ik niet, dus ik laat Berghuis daar staan. Wordt misschien hoog tijd dat we ook een rechtsbuiten gaan promoveren. Dus grote kans dat er binnenkort een rechtsbuitenpositie vrijkomt voor een van jullie kijkers. Maar dit hier is het teampie waar ik voor nu denk ik maar mee ga starten. Kivits gaat dus starten in de basis, mooi voor hem. En ik wil sowieso Mokio en Mavis gaan spelen deze pot. Hopelijk kunnen we gaan winnen met het team. Laten we naar de aftrap gaan in dit bekerduel tegen Groningen. Van Persie zei dat die het verwachtte dat zijn Heerenveen makkelijk won van u. Wat vindt u daarvan? Het boeit me geen ene reet wat Van Persie heeft gezegd. Zijn mosterd na de maaltijd praatjes, mentale spelletjes. En zijn woorden kunnen me gestolen worden. Nu Weghorst zo goed speelt, moet hij dan niet eerste spits zijn? Dat is iets wat je je af kan vragen, maar Brobby speelt voor ons ook goed. Beide spitsen prikken hun doelpunten. Ze scoren beide prima. Weghorst vinden we op dit moment gewoon de betere supersub, om het als het ware maar zo te noemen. Hij is zeker belangrijk voor het team in zijn rol. En ik denk dat we dat nog even zo voort gaan zetten. Na de grote nederlaag bij Heerenveen is het duidelijk dat er gesleuteld moet worden aan de selectie. Zijn er al namen die op het lijstje staan? Nou, deze wedstrijd heeft duidelijk laten zien dat we als team nog niet staan waar we willen staan. Willen we gaan versterken in de toekomst? Ja. Zal dat in de winter al kunnen? Geen idee. We zitten financieel niet al te breed. En ja, we hebben ook nog niet echt namen. Dus voor die vraag naar dat lijstje. Nee, we hebben nog geen concrete namen op het lijstje staan. We zijn gewoon aan het evalueren. We kijken naar opties. En dan wie weet ontstaat er in de toekomst een lijstje. Maar dat is voor nu te vroeg om te zeggen. Er gaan geruchten in Twente rond dat er 2 de overstap willen maken. Hilgers en Stijn. Dat zou aanvallend en verdedigend een versterking zijn. Hoe denkt u daarover? Ik verwacht dat beide heren in de nabije toekomst wel een stap zullen gaan maken. Of dat naar Ajax zal zijn, geen idee. We zijn naar alle opties aan het kijken die mogelijk zijn, die financieel haalbaar zijn. In de Eredivisie is dat misschien iets makkelijker. Maar dat ligt niet compleet aan mij. Dat ligt onder andere ook aan de scouts. Daar zullen we ook eerst op rapporten moeten wachten. Dus ik ga niet specifiek in op Stijn of op Hilgers. We zijn naar meer spelers aan het kijken. Zouden ze een versterking zijn? Vast wel op hun manier. Maar ik ga daar gewoon nu niet op in. Is te vroeg. Na de zeper tegen SC Heerenveen is de bus opgewacht door een handjevol supporters. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren?
door hopelijk de resultaten om te zetten in overwinningen. Want die zijn weer hard nodig. We gaan harder werken op de trainingsvelden. We gaan deze Zepert nog nabespreken met de hele selectie in de kleedkamer. En dan gaan we kijken waar het allemaal is misgegaan. Wat we kunnen doen om te verbeteren. En daaraan werken op trainingen natuurlijk. En hopelijk gaat dat harde werk zich uiteindelijk lonen in betere resultaten. Alright, we staan klaar in de arena voor dit bekerduel tegen Groningen. Brobbie mag de aftrap nemen. En we zijn begonnen. Hato naar Brobbie. Hopelijk kunnen we gauw op voorsprong komen. Brobbie hebt ruimte. Brobbie schiet naast. Oh, dit ziet er goed uit. Geef hem diep. Juist. Oh, ik had die verdediging daar niet meer verwacht, joh. Zo ver achterin. Wat is dat van defensieve lijn van Groningen dan? Oh, we veroveren wel gauw. Nou heeft Brobbie daar wel ruimte. Brobbie, hou je voor de man. Oh. Dan hebben we hier Berghuis, die een hoekschop mag nemen. Verdediging komt niet. Brobbie kopt daar wel. Houd het binnen. Oh, lekker. Heel goed binnengehouden. Nou kijken of we ergens ruimtes kunnen vinden. Hier is bijna range. Oh, die balletje naar Brobbie. Brobbie, je moet hem meegeven aan Berghuis. Doet dat ook Berghuis niet te ver doorlopen? Oh, lekker. Subtiel ingeschoten. En de voorsprong is binnen. En ik vind het verdiend. Ik ben meer aan het aanvallen. We zetten Groningen goed onder druk. En dan is het hier Berghuis met het eerste doelpunt. Ik ben ook wel echt extreem aan het jagen. Omdat ik gewoon gauw op voorsprong wil komen. We spelen niet met de sterkste selectie. We willen nog meer jeugd erop zetten. Dus die voorsprong is nodig. Nu dit uitbreiden. Maar heerlijk om voor te staan door Steven Berghuis. Oké, we hebben hier weer echt... Het ligt open nu. We ruiken bloed. Oh, ons jeugdtalentje loopt in. Waarom paast hij naar Berghuis? Misschien nu. Oh, het talentje. Schrampt de bal naast het doel. Dylan bijna met zijn eerste. Nou, we zijn wel echt flink bezig. Hier, geef hem door. Gods. Oh, we combineren echt lekker. Waar was dit tegen Heerenveen toen we zo hard ten onder gingen? Nou is hier Berghuisje. Ik zie daar ons talentje weer gaan. Ons talentje werkt hem erin. Dylan Kiewicz heeft zijn eerste voor dit Ajax. We staan op 2-0. En de jeugd is de toekomst, blijkt maar weer. Want op 17-jarige leeftijd was het geloof ik. Doe ik even aan mijn hoofd, weet ik niet zeker. Maar volgens mij was deze jeugdman 17. Tikt hier zijn eerste binnen. En hopelijk gaan er nog veel volgen voor hem in het Ajax-shirtje. Nummer 18, Dylan Kiewicz, brengt ons op 2-0. Nou, Groningen heeft echt niks in te brengen. Misschien heeft IE ze heel zwak gemaakt omdat ze uit de KKD komen. Maar daar raken we de lat. Jeugdtalentje weer. Oh, ja. Indirect is hij het eigenlijk wel. Dit zal gaan tellen als een eigen doelpunt. Ik hoor het, zie het ook al zeggen. Maar ik gun het Dylan. Het is toch mooi voor hem. Lekker hoor, betrokken bij twee doelpunten. Jammer van gods, die poeiert even op de lat daar. Maar dit is toch wel heerlijk. 3-0, het is een eigen doelpunt. Maar ja, het is ook wel een eigen doelpunt. Ik zou hem graag willen rekenen voor Dylan. Maar eigen doelpunt is het ook weer wel. Oeh, Rugani, nee, pingel. Ramai staat er direct bij. Van, hey. Oh nee, Rugani speelt dus Raf van den Berg. Rugani speelt wel, maar dat was gewoon van de. Ik had graag Rugani de schuld gegeven. Laten we het daar maar op houden. Maar oké, Ramai, zure voor hem. Mag hij eindelijk keepen? Krijgt hij direct een pingel tegen zijn kiezen? Oh, ik had moeten blijven staan. Dit was houdbaar geweest. Dit was echt houdbaar geweest. Heel zonde dit. En dan is het hier Groningen die hier even een doelpuntje maakt. En nu moeten we ze wel even voor de rest in bedwang gaan houden. Zorgen dat de tussenstand of de stand van deze wedstrijd niet kleiner wordt. Het verschil niet. Postema is de doelpunt te maken hier. Stand 3-1. Brobbie op kracht langs de man. Haal eruit. Stuit op de doelman. Nou, Berghuis. Gods. Moet door naar Brobbie. Dit wordt 4-1. Ja. En zo hebben we het verschil weer teruggebracht naar 3 doelpunten. Vlak voor rust pakken we die comfortabele voorsprong weer terug. 3 doelpunten verschil is gewoon lekker. Kan je gewoon chillen in de tweede helft, zou je bijna kunnen zeggen. Brobbie hier poeiert hem erin. 4-1. Nou, het is rust.
4-1 voorsprong. Ik ben dik tevreden. Dit is echt even vertrouwen tanken na die vorige aflevering. Op naar de tweede helft. Nou, het is de tweede helft die we nu gaan beginnen met deze aftrap. Ik heb Robbie eruit gehaald en Mavis is nu in het veld gekomen en gaat dus ook zijn debuut maken. Nou, Groningen in de aanval. Eens kijken of ze wat kunnen doen. Lekker Rugani. Fitzjim tikt goud door. Dan is hier Mavis. Geef hem eroverheen. Dat is geen slecht balletje naar Berghuis. Berghuis met zijn linker volgens mij deed hij dat. En hij zit er goed in hoor. In een hoekie. Keepertje kon er niet bij. Keepertje was kansloos. Groningen is kansloos tegen deze pot. Groningen gaat terug naar de KKD, vrienden. Wat zijn we hier aan het doen? Oh, wel lekker op het voetje geschoten daar. Was dus inderdaad zijn linker. We kijken nog even naar de haling. Goed aangenomen. Mooi meegenomen. En dan, oh, mooi ingeschoten door Berghuis. Nou, met een 5-1 voorsprong vind ik dat we prima nog meer jeugd kunnen brengen. Banel komt erop voor Gods. En Mokio komt erop voor Rugani. Hato, hier is Banel. Oh, daar gaat ons jeugdspitsje. Mijvis voor zijn eerste. Heppa! Ook hij scoort in zijn debuut. Wat gebeurt hier? Gek, ik begin nou van verbaasd te worden. Ik werd echt lijp weggespeeld door Heerenveen. Ik heb niks veranderd aan de moeilijkheidsgraad. Ik heb sliders zit ik sowieso nooit aan, überhaupt. En nu zit ik even Groningen helemaal kapot te spelen. Zijn ze zo shit in deze game dan? Nee, ik neem dit doelpunt. Mijvis scoort dus de buurt. Ik had nog wel even volgens mij zijn nummer moeten veranderen. Volgens mij heeft hij nog 14. Ja, doen we dat zo dadelijk na de pot. Nou, we zijn weer in de aanval. Hier is ons jeugdtalentje. Je moet hem meegeven hier. Banel, vertrokken. Plaats hem maar in het hoekje. Oh, dat doet hij niet heel goed. Die bal is voor de doelman. Oh, kijk dit dan. Dit is een kwestie van meegeven op het juiste moment. Ik zie daar Banel. We geven hem aan. Ah, ik wil zo graag met mijn jongies, met mijn jochies scoren. Zijn we weer. Nog voor een laatste keertje. Ons jeugdmannetje. Nee, ik wou hem afspelen. Kunnen we hier het duel winnen? Nou, ah, scheidsfluit af. En weet je, het is ook een dikke prima 6-1 overwinning tegen Groningen. Nadat we er met 3-0 vanaf zijn getikt door Heerenveen, winnen we hier 6-1 van Groningen. Wat een lekkere pot was dit. En wat hebben de jeugdtalentjes, de kijkertalentjes ook lekker gespeeld. Ik ben een tevreden man, ik ben een blij man. En ik heb zin in de volgende pot. Eens kijken wat er nog meer op het programma staat. Na die prachtige overwinning tegen FC Groningen zie ik dat Heracles op het programma staat. Ze staan 13e. Dat is een plekje die ik normaal gesproken zou simuleren. Maar ja, we gaan niet echt lekker in de Eredivisie. We kunnen alle punten gebruiken. Plus, dit, nu ik dit opneem, is dit ook in het weekend dat Ajax tegen Heracles gaat spelen. Dat is morgen. Ik neem nou op de zaterdag. Morgen op zondag is die wedstrijd tegen Heracles. Ik heb zoiets van, ik ga zelf ook gewoon even tegen Heracles doen. Ik ga gewoon tegen deze mannen spelen. Maar opeens hebben we een bot op Hato. Oei, oei, oei. Het is Barcelona wat aanklopt. Maar Hato is een bouwblokje van ons team, gaan we afwijzen. Nu is het dan weer wedstrijddag en gaan we ons dus klaarmaken voor die pot tegen Heracles Almelo. En we moeten Berghuis even rusten. Traoré gaat er maar aan staan en Hato gaat er ook af voor baas. Op het bankie gaat Van den Berg eraf. En ja, dan nemen we nou Kaplan maar een keertje mee. Ah, oh, rechts buiten erbij was wat chill geweest. Dan Berghuis nu even rust te geven hoor. Maar ik heb het niet. Ik heb het gewoon niet op het bankje zitten helaas. Maar goed, voor de rest ziet onze opstelling er op zich ook wel prima uit. En we hebben de punten nodig in de Eredivisie. Ook echt nodig. Dus ik wil ook niet zwakker gaan aantreden als dit. Als hoe het er nu uitziet. Dus hiermee gaan we het doen tegen Heracles Almelo. Hopelijk kunnen we ze net zo hard van het veld spelen als dat we deden tegen Groningen. Op zich, Heracles in het echt niet de sterkste tegenstander. Ja, ik vind dat we dit gewoon moeten kunnen winnen. Hopelijk gaan we dat doen. We gaan naar de aftrap toe. Here we go. We spelen thuis. Brobby mag aftrappen. We zijn begonnen. Balletje naar Brobby. Die wint het duel daar. Pasen naar Taylor. Taylor naar Eriksen. Eriksen terug naar Brobby. Die is langs zijn man. Die kan uithalen. En het is heel gauw 1-0. Dit wordt onze redemption aflevering, man. Ik voel het gewoon. We spelen heerlijk vandaag. We spelen heerlijk. Het gaat lekker in deze aflevering.
We komen weer vroeg op voorsprong. Brobby racht hem hier al gauw in het netje. Komt hier langzaamaan en bang! Zo in de kruising. 1-0. Nou, Brobby hier. Gods besluit niet te willen gaan inlopen. Henderson is meegekomen. Henderson. Oh, oké, we hebben nog bal. Goed. Dan is hier nu Gods. Gods wordt geblokt. Brobby ook geblokt. En dan gaan we een hoekschop krijgen. Nou, dan is hier Gods nu aan de bal. Gods, Henderson. Henderson, ik zou hem gewoon een keertje echt van afstand of zo willen poeieren. TT dan, die heeft ruimte. Oh, Kenny! Kenny TT, wat een goal! Man! Wat was de afstand, wat was de snelheid? Daar ben ik ook wel benieuwd van. 0.0 kans op goal. Afstand tot doel 25 meter. En die bal ging 110 kilometer per uur. Hij zat er heerlijk in. 2-0. Oké, we veroveren heel gauw die bal weer van de Almeloers. En dat is misschien wel een kaartje, of niet? Dat moet een kaartje zijn. Geef de man rood. Geef hem. Doe het scheids. Ah, het is geel. Oké, we blokken hier een voorzetje. Dan laat in de eerste helft heeft Heracles hier nu een hoekschop. Die wordt genomen. Slingeren ze de 16 in. Koppen we weg. En we gaan rusten. Stand is 2-0. Het is niet zo'n grote voorsprong als tegen Groningen. Maar het is wel een voorsprong. 2 doelpuntje verschil. Prima uitgangspositie om de tweede helft mee uit te spelen. Ik ben daar wel tevreden mee. Heracles eerste kansje in de tweede helft. Maar dat is wel echt slecht ingeschoten, zeg. Brobby ontvangt de bal. Oh, die tikt hem iets verder dan dat ik eigenlijk in gedachten had. Eriksen, plaats hem maar, jongen. Oeh, niet slecht. Oké, we blijven echt in een rap tempo aanvallen. Daar komt Traoré aan. Traoré ruimte. We maken het de doelman echt lastig. Die krijgt veel te verduren deze wedstrijd. Twee wissels zit ik hier aan mijn kant te maken. Ik zet Sanchez erin voor Eriksen. En Sulemana komt erin voor Gods. TT hier naar Brobby. Brobby, Sulemana. Oh, die is open nu. Haalt uit. Redding van de doelman. Twee wissels aan mijn kant. Brobby gaat eraf voor Weghorst. En Rogani gaat eraf voor Kaplan. Nou, dan staat Henderson hier klaar om hem voor te zetten. Kan Weghorst daarbij? Nee, helaas niet. Wint het duel, ja, Sulemana. Oeh, uh-oh. Ah, hij count het niet in zijn eentje, mijn Ajax eruit, toch? Mag ik hopen? Oké, nu wordt het misschien iets gevaarlijker op het vleugeltje. Ah, tempo ligt alweer uit de counter. Oh, kijk, dat vind ik bullshit momenten. Daar had ik hem moeten veroveren. Een gekke stuitanimatie. Oké, die bal is niet van ze af te krijgen. En dan schiet Heracles. Maar heeft pas weer de redding. Sulemana. Man met snelheid, als die ruimtes heeft, moet je hem gewoon meteen geven, vind ik. Die geeft er nu mee aan Weghorst. Oh! Dit vind ik bijna rood. En hij geeft hem ook. Ja! En zwaar terecht. Weg met hem. Van het veld. Zo heel veel invloed heeft het niet meer. We zitten al op het einde van de tweede helft. Maar ja, doei. Nou, nog één keer dan Traoré. Naar Weghorst. Oh! Tik hem nog een keer. Sanchez dan voor zijn eerste in het shirt. Ja. Erik Sanchez. Volgens mij is het zijn eerste. En dan krikt hij zijn marktwaarde weer omhoog. Man, die heeft echt veel minder speeltijd als dat zijn rol weergeeft. We hebben vastgelegd op een cruciale spelersrol. En man krijgt soms amper speeltijd. Nu krijgt hij het toevallig weer en legt hij hem binnen. Mooi man, Erik Sanchez sluit de wedstrijd af. En kom maar met die 3 punten. Dit is gewoon gewonnen nu. En de scheids fluit direct af naar het doelpunt. 3-0 is het geworden uiteindelijk tegen 10 man van Heracles. Maar ja, zoals ik al zei, die rode kaart van Heracles had niet heel veel invloed. We hebben ze gewoon lekker verpulverd. Hopelijk een goed vooruitzicht voor morgen in het echt wanneer Ajax tegen Heracles moet. Nou, ik zou tevreden zijn als ze 3-0 winnen. Bro, what the fuck is dit? Oh, EA. Een wisselspeler, zo gebeurd laten zien, doe maar niet. Maar Brobby is de man van de wedstrijd blijkbaar. En dit was dan het einde van deze aflevering. Dat was echt een veel beter als die vorige aflevering. Nou gaan we in de volgende door in de Europa League. Echt, dat is me ook weer een tegenstander zo te zien. Het zeg me uit mijn hoofd niet eens iets. Nou ja,
allemaal, dat komt allemaal wel in die volgende aflevering. Vond je deze aflevering leuk? Dan zou ik zeggen, klik op het duimpje omhoog. Ik zou het echt zeer waarderen als mensen dat zoveel mogelijk zouden willen doen. Ik zou het mooi vinden als we een keertje 50 duimpjes omhoog vragen. Maar misschien moet ik dat dan een keer aan het begin van de aflevering doen. Als we dat een keer weer zouden halen, zou echt grandioos zijn. Maar goed, ik verwacht niet dat dat gebeurt. Hoe dan ook, duimpje of niet, ik bedank jullie voor het kijken en al je support. Ben je nieuw, wil je meer zien? Abonneer dan ook even. En ja, verder rest mij nog maar één ding te zeggen. Tot de volgende video. Tot dan. Ciao.